Hamas heeft het recht om nog te besturen, het recht om nog partij te zijn, verspeeld. Hamas is voor mij nu ISIS. Dus die moet je uitschakelen. Maar je moet ook de tijd willen nemen om te denken over de lange termijn. Wat ga ik strakjes met de Palestijnen bespreken? Is er dan nog een basis voor een overleg? Waar willen we uiteindelijk uitkomen? Als je zegt, ik wil met Gaza niks te maken hebben, wie moet Gaza dan besturen? Ja.